Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. En ik heb weer geshopt. Dus ik maakte één grote shoplog van. Normaal doe ik het apart. Maar dit keer is zoiets dat ik denk van. Nou, ik had nog wel een tweede. Ja, dat doe ik. De eerste grootste, de kruidvat. Ik moest wat dingetjes hebben. Dus ik dacht, nou, laat ik het maar even doen. Ik ga het even random wat pakken. Balletje broze. Eierkoeken met een melklaagje. Wij bakken met vrijloop eieren. Dus een ei, dus eigenlijk is het ongezond. Maar ja, ik dacht ik laat het dus proeven voor €1,19. Dus die. Lekker voor op het werk af en toe. Bij de koffie. Of bij een glas water. Ik drink meer water dan koffie. Dan had ik 1 unicure. 2 unicure. En drie unicure. En dat was 2,69. Eentje van 2,69. Ja, ik had korting. Was eigenlijk 3 voor €5. Dus ik heb €3,07 korting. Maar als je dit ziet, is dit natuurlijk al lang voorbij. Dus dat telt er niet meer. Maar deze had ik dus met korting. Dus ik heb deze. Fresh, mild en ultra. Ideale handzeep. Droog je handen niet uit. Perfect. En mijn haarkleuren. 2 voor €18. Dus ik heb er 1 van 11,98 korting. Dat neem ik maar even mee. Top. En dan heb ik een deodorant. 1 plus 1 gratis. Dus heb ik meegenomen. Ideaal deze. Zo. Perfect. En dat ruikt lekker. En hij doet het ook goed. En die was even kijken. 8,99 was die. Ik heb een nieuwe fiets gekocht. Dat had ik nog niet verteld. Maar bij deze. Zag ik deze slot. Toen dacht ik. Ja, die neem ik mee. En die was 5,99. Een kettingslot. Oh, handig, kijk. Open. Dicht. Top. En dat was mijn kruidvatsoplog. Dus ik ga het in ieder geval zeggen. Doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte.